Hallo, leuk dat je er weer bent. Dit keer hebben we aandacht voor de Hobby Excellent 540 WLU van het modelprogramma 2021. We beginnen even met wat techniek aan de voorzijde van het voertuig. Om te beginnen de koppeling. De koppeling is sinds dit jaar over het hele hobbyprogramma vernieuwd. Er is een andere leverancier in beeld gekomen, dat is Knot. En dat is geen onbekende, want Knot levert al diverse andere chassiscomponenten, zoals onder ook de remmen en as bij de caravan. Goed. Koppeling werkt nog als van ouds. We hebben de grote hendel. Op het moment dat je de kogel erin zou laten vallen, zal die halverwege naar beneden zakken. En de stabilisatie gebeurt door hem aan te drukken. Aankoppelen, hendel naar boven, even trekken en doorhalen. En hij is vrij om de kogel erin te laten. Goed, Hobby staat bekend om zijn all-inclusive principe. Dus we gaan hier ook weer een caravan bekijken die boordevol standaard uitrusting te zien is. Om te beginnen, natuurlijk die stabilisatiekoppeling. Er is standaard een disselafdekking die het geheel lekker vrij aankleed. Er is een neuswiel met een kogeldrukindicatie aanwezig. Openen we de disselbak, dan gaat dat eenvoudig door deze klepel te bedienen. Heeft een leuke busdeurscharnier, waardoor de klep niet uitzwaait, maar netjes omhoog gaat. En dat geeft weer als voordeel dat je eenvoudig een drager op de voorzijde kunt plaatsen, zonder al te veel moeite. Nou, kijk je in deze ruimte. Bij de uitrusting behoren standaard de keggen, ook in een houder aan het plafond bevestigd, uiteraard een slinger voor de uitdraaisteunen. Er zijn twee goede wandbeugels gecombineerd met voetensteunen, spanbanden, het spul vastgezet kan worden. En rechts voorin het voertuig zit er standaard een verrijdbare vuil watertank die je op de camping zo onder de afvoer kunt zetten, het vuile water op te vangen. De bodemplaat is een soort kunststof rotvrije plaat, dus omdat dit altijd natuurlijk een iets wat vochtige ruimte kan zijn, kan die lekker lang mee. Bij de standaard uitrusting van deze mooie caravan behoren ook verzwaarde uitdrijfsteunen. Die geven hem lekker veel stabiliteit op de plek. En als we er zo naast zitten en hem even in het zonnetje bekijken, dan zien we meteen het nieuwe design van 2021. Wat er veranderd is, is de strijping. De strijping in de zin van het witte lijnenspel is erbij gekomen. In het verleden hadden we een grote grijze baan. Die is wat compacter geworden en het geeft hem een lekker fris exterieur. Goed, toegangsdeur gaan we dadelijk bekijken. Lopen we even verder langs het voertuig, zien we twee contactdozen. Te weten, één voor de stroomingang en de andere is bij deze uitvoering standaard voortend stopcontact met een satellietkabelvoorbereiding. En dan hebben we nog een nieuwtje voor 2021. Zijn bij diverse modellen is het serviceluik vergroot van 70 cm naar 1 meter. Dus hij is extra breed geworden en dat is natuurlijk ideaal om die bergruimte onder een van deze twee bedden te kunnen benutten. Maakt het makkelijker om wat grote voorwerpen, als wellicht misschien een stoel, van buitenaf zo te kunnen inschuiven. Goed, we hebben het hier over de 540 WLU Excellent. De W staat voor de wasruimte, die zit achterin. Deze heeft echt een volwaardige badkamer. De L voor de enkele bedden en de U voor de U-vormige zitgroep aan de voorzijde. Nou, dat interieur gaan we samen eens bekijken. De toegangsdeur. Standaard hobby voorzien van een vrij raam, dus je kunt altijd weten wie er even op visite komt om te kijken naar die mooie caravan. Een goede LED-verlichting boven de instap. Bediening van de deur eenvoudig. Draaien we de deur open, zien we een goed slotmechaniek ook gebruikt voor het sluiten van de deur. Een lekkere stevige beugel om de deur beter te kunnen pakken en goed dicht te kunnen trekken. En aan de onderzijde een ingebouwde afvalemmer. Goed, de deur zelf ook standaard voorzien bij hobby van een plissé hoordeur voor de volledige hoogte. Houdt de ongenodigde gasten uiteraard lekker buiten de deur. En door de brede toegangsdeur komen we binnen. Dat gaat makkelijk. Ik kan me even beetpakken door de ingebouwde greep die hier te vinden is. Lopen we meteen tegen het bedieningspaneeltje aan. Nou, diverse lichtfuncties hier zo af te lezen. De plafondlamp, de keukenverlichting, de indirecte verlichting aanwezig in die wagen. Grappige met de verlichtingstoetsen bij hobby is dat diverse van de lampjes ook een LED of een dim functie hebben gekregen. Dus door het langdurig ingedrukt houden kun je dat op die manier inregelen. En daarnaast heb je ook een diskettenknop. Die diskettenknop geeft je de mogelijkheid om je voorkeursinstelling in de caravan de juiste sfeervolle ambiance op te slaan. Zodat je die met één druk op de knop weer terug oproept. Nou, daaronder is uiteraard ook nog een indicatie te vinden van je voorraad vers water. Goed. Het is lekker weer, dus het jasje hebben we ook binnen zeker niet nodig. Die hangen we even netjes aan de kapstok op bij de ingang. Bekijken we hier
het interieur. Nou, aan de voorzijde bij de WLU bevindt zich een rondzitgroep. Vierkante vrijstaande tafel. Tafel is op wieltjes geplaatst. Dus hij is lekker makkelijk op die manier te verplaatsen als ik even bijvoorbeeld mijn instap wil creëren. Of als ik door zou willen schuiven naar de achterzijde van de rondzitgroep. De rondzitgroep is voorzien van een beetje jeansblauwe stoffering met een beetje grijsachtige bovenlaag. Leuke bijpassende vitrages, gordijnen te vinden. En ziet er erg sfeervol uit. Geen knopen, dus dat zit zeer comfortabel. Stevige kussens. Diverse indirecte verlichting, lekkere leesspotjes aanwezig. En deze zitgroep die kun je uiteraard natuurlijk nog weer desgewenst ombouwen naar een tweepersoons of een twijfelachtige tweepersoons slaapplek. Boven volop kasten, dus Hobby staat er ook om bekend dat alle ruimte zo efficiënt en goed mogelijk wordt benut. Dus er zijn hier vier bovenkasten te vinden, twee lekkere brede kasten. En die hebben allebei ook een softclose scharnierend principe erin. Kijk, op die manier sluit dat netjes. Fraaie greepjes, een inlegbiesje erin. De Excellent kenmerkt door die hoogglanspanelen. En ik moet zeggen, met de nieuwe bekleding van dit jaar echt een top combinatie qua styling. Dan het keukenblok. Bevindt zich centraal tegenover de instap. Twee mooie grote bovenkasten. Sluitingjes pak je zo van opzij beet. Geef je toegang tot lekker veel bergruimte. Plankje om de boel op te delen, makkelijker in te kunnen richten. Nog een extra garagedeurtje voor de nodige bergruimte. Nou, aan de achterzijde is een mooi, in dezelfde marmerachtige look, afwerkwand geplaatst. Dus met hetzelfde motief als ook op de keuken en de tafelbladen te vinden. Lekker makkelijk natuurlijk afneembaar. Uiteraard is daar verzorging van een hor en een verduistering in te vinden. De nodige stopcontacten, zelfs een USB-stopcontactje is aangedacht. Spatschermpje aan de zijkant om hem af te werken. Nou, twee glasplaten die geven je toegang tot een royale spoelbak. Deze caravan is uitgerust met een elektra boiler, dus je hebt lekker warm water ook uiteraard hier. En een driepits fornuis, een grote, een midden een kleinere en natuurlijk een grote wokbranderachtige pit, grote pit. Elektrische ontsteking is aanwezig, alle comfort en dit is allemaal standaard uitrusting waar we het over hebben. Dan hebben we een ladenblok van drie laders, uiteraard de besteklade met nog extra opbergmogelijkheden. Ook allemaal softclose op aanwezig. En dan twee grote pannenlades te vinden onder dat aanrecht. Uiteraard goede transportsluitingen voor het rijden aanwezig. En ook zelfs, kijk even oog voor detail, een ophangmogelijkheid voor een handdoekje in de keuken. En dat is netjes weggewerkt. Daarnaast bevindt zich een grote 150 liter Dometic Slimtoren koelkast. Volop met de bergvakjes. Lekker veel roosters erin. Goede LED-verlichting. Echt veel bergruimte, zelfs een groentelade aan de onderkant aanwezig. En ook, uit, mag niet ontbreken, een joekel van een vriesvak bovenin. Vriesvak heeft nog een kleinigheidje dat je hem zelfs door middel van het loshalen van de vergrendelingen aan de onderkant uit kan nemen. Voor je zegt, van, nou, we hebben op dit moment het vriesgedeelte niet nodig, heb je dus nog meer koelmogelijkheid. Keuzeschakelaar geeft aan, ik zet de koelkast op de 230 volt in bediening, op de 12 volt achter de auto of als je helemaal vrij staat of los van stroom op gas te bedienen. Hierboven me een standaard uitrusting ook is het grote midi-heki dakluik, 50 bij 70 centimeter. Uiteraard uitgerust met een plissé-hor en een verduistering voor de nachtelijke uurtjes. En de bediening, eenvoudig, zit een draaihendeltje, klap je zo uit. En op deze manier zet je hem in de gewenste stand voor de nodige ventilatie. Kan natuurlijk ook makkelijk zijn hier zo bij de keuken. Keukenraampje open, heb je een goede doorstroming van lucht. Daartegenover bevindt zich dan dus een mooie grote dubbeldeurs hangkast. Biedt echt volop ruimte om wat overhemdjes, mooie jurken en dergelijke kwijt te kunnen. Je ziet diverse elektronica. We hebben een schakelkast te vinden hier. We hebben de lekschakelaar met de aardlek. En ook nog de omvormer. Dus alles netjes bij elkaar. Daar is een kabel voor de satellietvoorbereiding. Goed. Daaronder bevindt zich dan weer het verwarmingssysteem in deze caravan. Hier zit een Truma S3004 gaskachel in met de bediening van de circulatie. Het is de blower die ervoor zorgt dat de warme lucht die deze kachel produceert lekker door de caravan heen wordt verdeeld. Waardoor je ook in voor, najaar of zelfs in de winter goed warmpjes erbij zit. Ontsteking gaat door middel van de knop die hier aanwezig is. Zo, en daar zit automatisch ontsteking achter. Dus alle gemak voorzien. Nou, goed, enkele bedden. Ik heb het al vaak uitgelegd.
Als je natuurlijk voor slaapcomfort gaat, dan hebben enkele bedden daar denk ik de meeste aansluiting bij. Waarom? Enkele bedden maken dat je wat meer lichtoppervlakte hebt. Je hebt namelijk te maken met een 80 centimeter brede matrassen. 2 keer 80 maakt 1,60, terwijl het tweepersoonsbed in de regel bij de caravan maar 1,40 biedt. Daarnaast geeft het natuurlijk ook een makkelijkheid. Het is natuurlijk veel makkelijker opmaken van die matrassen. Het is ook makkelijker en vooral ook in en uit je bed komen. Zonder dat je natuurlijk over je partner heen hoeft te klimmen. En je kunt veel makkelijker bij al die extra bergruimte komen om je kleding in op te bergen. Goed, de bergruimte onder die bedden is eenvoudig toegankelijk doordat het bed zo op deze manier gelift kan worden. Daar zien we de grote 50 liter watertank, vers watertank. Nou, er blijft nog voldoende bergruimte over en dat geldt ook natuurlijk aan de andere zijde. Allebei zo eenvoudig op te klappen. Daar zit dus dat serviceluik, zodat je ook vanuit de luifel of voortentzijde weer makkelijk bij die bergruimte kunt. Standaard zijn daar lekkere binnenveermatrassen in geplaatst. En wanneer je eventueel visite hebt, kun je natuurlijk ervoor kiezen om even het zicht op je slaapkamer weg te nemen door het plaatsen van dit gordijn. Goed. Dan hebben we natuurlijk nog de big surprise bij dit model, de WLU, dus de wasruimte. We hebben natuurlijk zeker in de huidige coronatijden is er meer vraag gekomen naar volwaardig eigen sanitair. Nou, dat is hier aanwezig. Deze toegangsdeur tussen de enkele bedden geeft mij toegang tot een badkamer over de hele breedte van het voertuig. Ik loop meteen tegen de spoelbak aan met de nodige spiegelkasten erboven. Nou, je hebt al verteld, er zit een boiler in, standaard, dus je hebt het warm water ook hier. We hebben daaronder een mooie ruime kast voor bergruimte, maar dat is niet alleen hier, het zit ook achter al die deurtjes, is opbergruimte aanwezig. He, dus twee, en nogmaals, twee, dus vier spiegeldeuren. Er zitten hier achterin nog eens een keer een extra spiegeldeur, dus je kan jezelf uit alle hoeken begluren. En ook achter deze blinde kastklep bevindt zich nog bergruimte. Nou, het is een sfeervolle ruimte, dus een hele fraaie indirecte verlichting langs het plafond afgewerkt. Er is wat natuurlijk licht middels het dakluikje wat er geplaatst is. Het sanitair is door middel van een Tedford cassettetoilet. Dat is een draaibare pot, dus ik kan hem even naar de gewenste stand. Zo, kijk, met je goodiebags er nog in te vinden, kan ik lekker plaatsnemen. En ik heb voldoende bergruimte. Dat is het ideale van een ruime wasruimte zoals dit. Uiteraard closettelhoudertje te vinden. Er zit zelfs ook een raam, mocht je nog extra ventilatie nodig hebben. Het kan gebeuren. Goed, dan, last but not least, een mooie douchecel te vinden in deze caravan. Dus die bevindt zich hier achterin. Er zit een goede, volwaardige, ik moet hem wel even van zijn transportvergrendeling afhalen. Een vouwbare deur, die kunnen we er eenvoudig tussen plaatsen. En op die manier creëren we een volledig afgedichte douchecel. En die douchecel, moet ik zeggen, die is ook weer goed verlicht. Sportjes bovenin geven maar echt wel voldoende bergruimte. En uiteraard is hier ook aanwezig de nodige glijstang met een fraaie douche. Nou, ik heb je denk ik weer een hoop laten zien en verteld. Mocht je interesse hebben in het bekijken van een caravan als deze en vele andere, dan nodigen we je natuurlijk van harte uit om bij ons naar de showroom te komen in Almere. Informeer wel altijd even naar de beschikbaarheid van het door u gewenste model. Tot snel.